Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik begonnen ben met dit bedrijf. En ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Mijn kinderen waren nog heel jong toen mijn moeder overleden is. Dus zij hebben hun oma nooit leren kennen. En dat vind ik nog steeds heel erg jammer. Dus toen mijn oom een paar jaar later ziek werd, kreeg ik het idee om hem te filmen in en om zijn huis. En om hem daarbij te interviewen over zijn leven. En dat idee ontstond niet alleen voor zijn eigen gezin, maar ook voor zijn kleinkinderen, die toen ook nog heel jong waren. Uiteindelijk is dat een prachtig videoportret geworden, waarin hij enthousiast vertelt over zijn leven en waar zijn familie nu heel erg blij mee is. Omdat ik al langer iets wilde met filmen en monteren, ja, heb ik toen het idee gekregen om hiervan een bedrijf te maken, zodat ik andere families kan helpen om een mooi videoportret van hun dierbare familieleden te maken. En ja, dat is eigenlijk wat ik doe. En als je dit interessant vindt, als je er meer over wilt weten, kijk dan eens op mijn website www.mijnverhaalfilm of neem contact met me op. Dan kunnen we jouw ideeën voor het vastleggen van een levensverhaal bespreken. Leuk om van je te horen. Tot snel!